Wat hebben we een prachtige bedrijven in Apeldoorn. En je gelooft het pas als je het ziet. Hier zijn een paar voorbeelden van Made in Apeldoorn. Om te beginnen met het bedrijvenpark Ecofactorij. Organisator van een flink event? Dan bel je Apeldoorn ook nog om een andere reden. Bredenoord, leverancier van permanente en mobiele stroomvoorzieningen. Bredenoord verhuurt maar liefst 2200 machines, die bijvoorbeeld evenementen van stroom voorzien. Maar het kan net zo goed gaan om een powerplant in Benin. Inmiddels is het bedrijf volop bezig met nieuwe aggregaten die voor minder emissies zorgen, efficiënter zijn en gebruik maken van nieuwe brandstoffen. Royal Racing is maar liefst 231 jaar oud. Ooit begonnen als smederij, is het bedrijf nu uitgegroeid tot een leverancier van landbouwmachines, grondverzetmachines en heftrucks. Daarnaast is Racing actief als producent van smart farming systemen en logistics solutions. Apeldoorn heeft veel bedrijven waar we trots op mogen zijn. Zoals bijvoorbeeld het bedrijventerrein De Stadhoudersmolen. Hamer bestaat bijna 80 jaar en ontwerpt, bouwt en onderhoudt technische installaties. Ze hebben technische kennis over de hele breedte, met een voorliefde voor het specialistische werk. Actief in utiliteit, industrie, mobiliteit, IT en brandstof. Hamer Installatietechniek bouwt namelijk veel van de tankstations die we langs de Nederlandse wegen vinden. Als je goed bent, mag je dat best laten zien. Kijk eens rond op Bedrijvenpark Apeldoorn Noord. Holland Colors produceert vaste en vloeibare kleurconcentraten voor het inkleuren van kunststofmaterialen in de bouw en constructie en in de verpakkingsindustrie. De vaste kleurconcentraten zien eruit als korrels en de vloeibare producten zijn pasta's. Die kleurstoffen worden ook gebruikt in verf- en siliconenpasta's. Met haar 400 medewerkers is Holland Colors een echte multinational. Met vestigingen in Apeldoorn, Hongarije, Indonesië en Midden- en Noord-Amerika. De producten worden wereldwijd verkocht. Opgericht in 1974 door Wijlen Jan Hollander is het bedrijf nu in handen van zijn zoon Erik. Hollander Techniek is als technische dienstverlener actief op de kerngebieden elektrotechniek, werktuigbouw, beveiliging, IT, zwembadtechniek, industriële automatisering, robotisering en retailtechniek. Bij het bedrijf werken 400 mensen. Hoofdvestiging is Apeldoorn. Andere vestigingen zijn er in Almere, Amersfoort en Almelo. Stuk voor stuk bijzondere bedrijven met bijzondere producten, bijzondere markten of een bijzondere manier van werken. Tot slot vliegen we over het bedrijvenpark Apeldoorn-Zuid. In 1994, gestart in een schuur in Eerbeek, staat er nu een innovatief bedrijf met 100 medewerkers en verkoopkantoren in de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk. Avantus ontwikkelt en produceert spectrometers. Een high-tech apparaatje waarmee je kunt meten in het lichtspectrum. De toepassingen zijn talrijk. Spectrometers worden gebruikt bij de productie van zonnepanelen, het meten van voedingswaarden van mais, het meten van luchtvervuilende stoffen, maar ook bij de vroege diagnose van tumoren. Er zijn in Nederland 4200 supermarkten. In al deze vestigingen van Albert Heijn, de Jumbo, Lidl, Aldi en andere grootwinkelbedrijven staat één machine waar je als consument je flessen met statiegeld kunt inleveren. Die machine is afkomstig van Tomra. Bij Remeha, of eigenlijk BDR Remeha, want dat is de naam van het hele concern, werken 6500 mensen die in 80 landen over de gehele wereld werken. Het bedrijf is gespecialiseerd in alle vormen van verwarmingssystemen en biedt ook warmwateroplossingen, warmtepompen en hybride oplossingen. Remeha is dan ook een echte global player die volop actief is in de overgang van fossiele naar duurzame energie. Iedere transportonderneming kan goederen vervoeren. Beekman Transport maakt er iets bijzonders van.
Zij heeft namelijk het internationale netwerk, de mensen, het materieel en de middelen om elke zending met de grootste zorg van A naar B te brengen. Of het nu gaat om zeevracht, luchtvracht, wegvervoer. De dienstverlening van Beekman kent geen grenzen. De landbouwmachines van John Deere, maar ook de auto's van Defensie, worden gecoat door Kamp Coating. Dit familiebedrijf is specialist in oppervlaktebehandeling van metalen producten. Vooral in Duitsland is men gecharmeerd van het bedrijf, omdat ze kwaliteit leveren, just in time en flexibel. We staan er niet bij stil als we bij de supermarkt vershoutfolie, magnetronfolie of aluminiumfolie halen. De verpakking van die folie komt uit Apeldoorn. ITS Foil is namelijk die producent van huishoudverpakkingen en beschikt daarvoor over een hypermodern machinepark. Bovendien maakt ITS met een eigen extrusielijn polyethyleen nu ook zelf vershoutfolie. ITS verkoopt door heel Europa. Waar ooit Van Gelder Papier gevestigd was, zitten nu drie bedrijven die ook alle drie een deel van de activiteiten van Van Gelder hebben voortgezet. Dit zijn AFP Holland, Loparex en Owens Corning. Owens Corning produceert glasvezelvliezen die worden gebruikt in onder andere vloerbedekking en plafondplaten, maar ook in vliegtuigen en auto's. Owens Corning is op de wereldmarkt marktleider van plafondplaten waar glasvezelvlies in is verwerkt. Kortom, een wereldbedrijf in Apeldoorn. Mooi hè, al die prachtige bedrijven. Je zou er een boek over kunnen schrijven. Oh, wacht even. Dat hebben we gedaan. Hier is de officiële presentatie van Made in Apeldoorn.